Hey mensen, top dat jullie bekijken. Welkom bij een nieuwe aflevering van Build a Buggy in Your Backyard. Vorige keer hebben jullie kunnen zien dat ik de bedieningsorganen nagenoeg geïnstalleerd had. Het wordt een beetje een krappe planning, want het is de bedoeling dat die buggy dus dit weekend gaat rijden. Dus ik heb vandaag nog en morgen nog en dan moet die eigenlijk nagenoeg klaar zijn. Nou ja, dan moeten we ermee kunnen rijden. Want ik heb hem namelijk volgende week nodig. Want dan hebben we hem nodig bij tv-opname. Dus ik kan best niet te veel gaan kletsen. En eraan beginnen, denk ik. Lijkt me een beter plan. Ik ga beginnen met schakelmechanismen. Hier liggen onze kabels die ik vorige keer heb geïnstalleerd. Kijk daar, de pook. Jeeha! De onzichtbare bestuurder. Nou, wat hebben we hier? Want deze is om te schakelen, naar voren en naar achter. En dat is bij deze hendel, zeg maar, dit. Nou, dat wordt niet zo moeilijk. Ik ga deze kabel gewoon parallel hieraan aankoppelen, denk ik. Maar ja, deze is lastiger. Want dat is, zeg maar, de zijlinkse beweging. En dat is hier natuurlijk, zeg maar, dit. Dat is een draaiende beweging. Dus ik zal daar een extra hefboompje voor moeten gaan maken. Een uitdaging. Komt ook wel goed. Ik heb even een scharnierpuntje gemaakt, dat was een bout. Kijk, past precies daarin. Zo. En deze die kan weer daaraan. Zo. Kijk. Dat komt goed. Hier nog een extra hefboompje. Die moet daar. Dat is in zijn vrij bewegen. Dat is de achteruit. Dat is 1, 2, 3, 4 en 5. Hey! Zo! Nou, de koppeling is ook nog een uitdaging. Want hier zit dus het pedaal. Deze. Maar daar, zeg maar, daar zit de hefboom van de koppeling. Hè, Diesel? Ja, Diesel heeft een stuk hout. Hoi Diesel, hier. Zoek. Zo. Dus we moeten helemaal van voor naar achter. En daarvoor heb ik, zeg maar, originele koppelingskabel. Zeg maar, die gaat van het pedaal naar voor in de, ja, onder de motorkap. Dat is niet zo lang. Dat is dus niet goed genoeg. Maar, een extra lange kabel. Deze was oorspronkelijk van een handrem, maar dat werkt ook wel als een koppeling. Ik denk dat het goed komt. Hè, Diesel? Ja, geef het blok maar gauw hier. Hop, zoek. Hoop. Hier hebben we het koppelingspedaal. Oorspronkelijk was het hydraulisch. Er zat hier een cilindertje met een leidingje. Dat is prachtig. Dat was voor mij ook heel goed geweest eigenlijk. Maar ik heb helaas niet zo'n cilindertje, dus, en ik heb wel een hele lange kabel. Normaal gaat de koppelingskabel eigenlijk altijd zeg maar vanaf hier en dan naar voren. Maar ik heb bedacht dat we hem gewoon aan de hefboom zelf vast gaan maken. Gewoon daar. En dan meteen naar achter laten gaan natuurlijk. Hier hebben we weer de versnellingsbak. En deze, dat is de koppelingshendel. En normaal gesproken zat hier dus een kabel aan, die zat hierin en dan... Dan moet je een boel spinazie eten en dan kan je die met de hand ook indrukken. Maar ja, dan moet je met een kabel op naar het pedaal. Zoiets. Dit is 100 punten. Kijk. Ja, één kabel was natuurlijk niet lang genoeg. Dus ik heb hier een originele koppelingskabel en hier die handremkabel. Heb ik hier twee steuntjes gemaakt. En hier een koppelstukje. Ambachtelijk in elkaar gebakken. Ik heb hier nog een belangrijk issue. En dat zijn natuurlijk de aandrijfassen. Ik heb hier de originele Opel aandrijfassen.
En ja, daar tegenover zitten dus de keveraandrijfassen. Diesel, ja, je komt ook even kijken. Hè? Ja, hier, geef maar hier. Hier, zoek. Hoppatee. Zo, kunnen we even rustig verder. Nou, wat ik nou ga doen, ik ga deze aan elkaar lassen. En ja, als ik die gewoon zeg maar zo koud op elkaar ging lassen, dan, ja, dan blijft hij niet vastzitten. Dus daarvoor heb ik een paar buisjes gemaakt. Dat is niet Diesel die jullie horen, dat is de hond van de buren. Want Diesel is hier. Want die kan helemaal niet blaffen, want die heeft altijd een stuk hout in zijn bek. Hè, Diesel? Hij is niet volmaakt recht. Ik denk dat hij bij snelheden boven de 200 wel eens zou kunnen gaan trillen. Maar ik denk dat het voor een crossbuggy keigoed is. Hoppa! En dat is nummer 2. Nou, de bedieningsorganen zijn aangesloten. Versnellingen werken. Gaspedaal werkt, de koppeling werkt, aandrijfassen zijn aangesloten. Nou wordt het tijd om de koeling te fabrieken, denk ik. Ik heb hier zeg maar mijn knutseldoos, sluit zelf je koeling thuis aan. Een berg slangen, watervatje, radiateur. Oh, past die goed! Het is net alsof het ervoor gemaakt was. Was het ook. Hoe werkt nou de koeling van een automotor? In de motorblokken zitten allemaal holtes, daar loopt water doorheen. Dan wordt met een waterpomp wordt daar rond gestuurd door een radiateur. Kijk, aansluitingen, daar gaat water er doorheen. Het warme water dat gaat er bovenin en het koude water komt er aan de onderkant uit. Belangrijk dat je dus de radiateur op de goede manier aansluit. Dus ook het bovenste kanaal van de motor. Daar komt het warme water uit. Dan gaat naar het bovenste kanaal van de radiator. Nou ja, kind kan de was doen. En voor de rest ja, is het gewoon een beetje knutselen. Slangen ertussen en zo. Frutsen, kijk hier. Nog meer slangen. Ja, deze toch weer wel. Ja, en dan ergens op het hoogste punt hangen we een watervatje. Ik denk daar. En dan gaan we in een slang aan het... aan het hoogste punt van het motorblok. En dan kunnen we langs vullen. Het is altijd belangrijk dat deze hoog zit. En dat die slang eigenlijk niet allemaal in rare bochten ligt en zo. En dat die niet vanaf het onderste waterkanaal komt of zo. Want de lucht die heeft nou eenmaal de eigenschap om naar boven te gaan. En we willen eigenlijk niet zoveel lucht erin hebben. Want lucht werkt niet zo goed om te koelen. Ai, tenminste, niet voor deze motor. Wel als je een luchtgekoelde motor hebt natuurlijk. Maar die hebben we niet. Dus, oké, knutsel maar denk. Ik ga in ieder geval beginnen met het vastzetten van de radiateur. Nou, heeft deze van die handige pinnetjes aan de onderkant. Dan had ik zeg maar zo verzonnen. Kijk, hop. Twee stukjes koper geslepen. Die past het mooi overheen. Hup. Zet hem even op zijn plek neer. Waar ik hem wil hebben. Dan haal ik de radiateur meteen weg, want dat is een aluminium. En aluminium houdt nou niet zo erg van laspetters, dus dat is wel belangrijk. Anders is hij dadelijk lek en dat zou een beetje jammer zijn. Hij ziet er al niet zo heel best uit, dus ik hoop dat hij niet lek is sowieso, want dan zijn we verder van huis. Maar ik heb niks anders, dus dit wordt hem. Moet ik alleen even aan de bovenkant nog een steuntje maken? Ik zal eens even kijken of ik toevallig een buis heb die ongeveer past hiervoor. Nee. Ah, zo. Alsof het ervoor gemaakt was, zeg. Jongen. Nou, nog even een paar steuntjes maken hierboven. Daar heb ik dit voor verzonnen. Dat onderste deeltje ga ik vastlassen aan die buis. En deze is demontabel, want ja, hij zou er misschien toch wel eens een keer uit moeten, die radiateur.
Zo, nou de radiateur op zijn plek zit, kunnen we slangen puzzelen. Kijk. Deze die moet in ieder geval hier naartoe. Kijk, dan knip die slangen natuurlijk gewoon op maat. Ik knip de bocht die ik nodig heb zo af dat het allemaal mooi past. En dan maak ik die aan elkaar met stukjes buis. En dit is even een hele belangrijke tip. Zet er even een paar laspuntjes op. Dan blijft de slangklem daarachter zitten. En dan schuift de waterslang er niet af. Want zo'n koelsysteem, dat kan best wel druk opbouwen. En het laatste wat je wil is een waterslang die in je nek kapot klapt, zeg maar. Het voorste waterkanaal is ook klaar. Dat was een beetje moeilijker dan het achterste waterkanaal. Kijk, dat waterkanaal dat kwam namelijk hier uit het blok. Dus ik heb een hele lange leiding moeten maken. Die loopt hier helemaal onderdoor. Hup, hup, hup. Langs hier en dan hier naar boven. En daar aan de radiateur. Met een lange slang. Nu heb ik hieronder heb ik een hele grote leiding zitten. En ja, die zou ik natuurlijk gewoon vast kunnen lassen aan het frame. Maar dat is niet zo'n goed plan. Want als daar iets gaat verbuigen of bewegen of trillen. Dan heb je wel eens kans dat een las uitscheurt van die buis. En dan is mijn waterkanaal lek. Dus daar heb ik iets anders voor. Kijk, hier heb je een gebogen stukje strip. Ik heb aan deze kant nog een extra randje omgezet om te voorkomen dat de slangklem eraf schuift. Kijk, dan doen we dat gewoon zo. Kei vast. Maar ik kan toch nog een beetje bewegen als het moet. Het moment van de waarheid, kijken of het water aan de onderkant eruit loopt ergens. Ik hoop van niet. Zo. Nou, mooi. Het water blijft erin zitten. Dus, great success. Dan gaan we nog even de remmen aansluiten. Achter zit al aangesloten. Dan komen van allebei de wielen, komt de leiding bij een T-stukje. En die komt naar voren en dus deze leiding. Dus die moet ik even aan de rempomp. Ik heb alle andere aansluitingen die heb ik dichtgelast. Dus we hebben hier nog één aansluiting. En dan ga ik even de leiding fitten. Eerst het eerste stukje eraf snijden, want daar zit een braam. Ik heb een mooi snijapparaatje voor. Dat is heel handig. Niet afbramen en zo. Gewoon in één keer goed. Huppatee. Keirecht. Mooi. Dan nu. De wartel eraan. Zo. Niet vergeten. Kan er naar de rand niet meer op. En dan gaan we hier een kraagje aan velzen. En daar heb ik hier een heel mooi chic gereedschap voor. Zo. Kijk. Klemmen we de leiding vast. Up. Nou, deze. Hoppatee, 100 punten. We hebben nou een kraagje. En die wartel die drukt tegen dat kraagje. En omdat de koper natuurlijk weer zachter is dan de cilinder en deze wartel, wordt de koper dadelijk netjes vervormd en die zorgt voor een degelijke afdichting. Ook een tip voor je als je vaak aan remmen werkt. Even een paar open ringsleuteltjes halen. Als je deze met steeksleutels probeert los te draaien, dat werkt voor geen cent. Nou, hopelijk loopt er ook geen remvloeistof ergens uit. Zo mensen, ja, nou valt er een beetje een gat in mijn verhaal, want... We waren even geleden waren we nog volle bak bezig om deze buggy te bouwen. En ja, toen werd het heel erg laat en het werd steeds later en hij moest echt af. Want we hadden die buggy namelijk vandaag nodig voor tv-opname.
Want ik was gevraagd of ik, of ik mee wilde doen aan een tv-programma. Ook of dat ik daarvoor een gepast voertuig had om de presentator mee op de set te rijden. Eigenlijk wilden ze de 4x4 buggy die ik ooit gebouwd had. Had ik niet meer. Dus er moest een andere buggy komen. En daar was ik toch al lang van plan om te bouwen. Ik had de motor al, het idee was er al. Ik moest het alleen nog uitwerken. En ja, dus zodoende heb ik dit project versneld eigenlijk naar voren getrokken. Keihard aan gewerkt om het af te krijgen. Nou ja, op het laatst zit het altijd tegen natuurlijk met dat soort projecten. Laatste afwerkpuntjes, verschrikkelijk. Ik heb gewoon gisteravond nog, ja, om 1:30 geprobeerd die remmen fatsoenlijk te krijgen en zo. Ellende. Nou ja. Maar het belangrijkste is, hij staat er. En hij doet het. Kom kijken. Hij is nog niet helemaal klaar. Hier moet eigenlijk nog wel een beetje isolatie tussen. Maar voor nu werkt dat keigoed. Chique stoeltjes. Als we daar echt de modder mee ingaan, dan moeten daar wel andere stoeltjes in. Ja. Stuurmechanisme werkt best prima. Superieure brandstoftank. Die heb ik gisteren als laatste erop gelast. Dat was om 2:00. Kijk, beugeltje vastgelast. Cherrycannetje erin. Een paar gaatjes ingeprikt. Oh ja hoor. Ideaal. Heb ik in totaal 8 dagen opgebouwd. Dus ik vind het helemaal niet slecht. Er zijn nog wel een paar aandachtspuntjes. Zo moeten er nog nieuwe remcilinders achterin. Want remmen doet hij niet echt. Voorwielophanging moet ik nog wel het een en ander aan afstellen. Dat is, de sporing klopt niet helemaal van de voorwielen. Ik denk dat we hem binnenkort maar serieus aan de tand moeten voelen. Alleen daar moeten we helaas nog even op wachten. Want het voertuig blijft nog hier. Want het tv-programma, daar gaat nog, daar ben ik nog wel de komende 6-7 weken mee bezig. Maar dat we hem pas binnenkort serieus kunnen testen, wil niet zeggen dat we alvast een kleine voorproef kunnen doen. Contactslot is eruit bezuinigd. Wegens de korte planning. Mensen. Nou, ik ga naar huis. De buggy blijft hier. Dus voorlopig kan ik niet zoveel van deze buggy meer laten zien dan wat jullie nou gezien hebben. Maar uiteraard komt hij binnenkort terug mee naar huis. En bekijk het van de zonnige kant, of moet ik zeggen de regenachtige kant. Want de herfst komt eraan, het wordt alleen maar slechter. Dus ik denk dat we binnenkort een video kunnen verwachten dat ik keurig een nat pak ga halen in deze buggy in de zandbaan. Hey mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende.